De eerste fase van het streekziekenhuis Atjoni is gisteren opgeleverd in het dorp Pukigrong. Ook vond de opening plaats van de spoedeisende hulp Atjoni. Kapitein Danny Jeru van Pukigrong is zeer ingenomen met de bouw van het ziekenhuis. Hij zegt dat dit ziekenhuis niet alleen de mensen van Pukigrong ten goede zal komen, maar het heel Saramakkaans gebied. Edwin Noordzee, ondervoorzitter van het districtsbestuur van het streekziekenhuis Atjoni, zegt dat een aantal artsen en verpleegkundigen zich op Atjoni zal vestigen. Dus dat pedes maas, de motor talang of asidopo, dat in bereik foto dat duurt bijna een paar aantal uren. Maar nu, ayuru komo roshatu, plus afstand komo roshatu. Dus die door dan een patiënt ja, in een vervoering gaat foto moro. Je collega naar ziekenhuis voor Atjoni, Pukigrong. Hoe lang u wacht je voor het ziekenhuis dit opo? Zo, u wacht lang er, maar nu zit ik, adres zou bedring, nu nog akontro. Vandaag hebben wij namelijk besloten om eerst onze spoedeisende hulp op Atjoni open te stellen. En hier direct een aantal artsen en verpleegkundigen te vestigen. En tevens vandaag is ook aangetreden hier zeker de verpleegkundig directeur van het ziekenhuis. Op dit moment zullen er 2 artsen er zijn, permanent. En zeker met heel wat ondersteuners. En zeker 4 verpleegkundigen. En de verpleegkundig directeur. Op dit moment zijn er 6 tot 8 bedden klaar. Dus die kunnen zeker dienstbaar zijn voor die samenleving. En indien nodig kunnen we dus verder uitbreiden. De projectdirecteur van het ziekenhuis, Randy Kromo Di Harjo, gaf aan dat de aannemer goed werk heeft verricht. Hij zegt dat de lokale bevolking tevreden zal zijn met het ziekenhuis. Zeker gelet op het beoogd termijn waarbinnen dus het streekziekenhuis moest worden opgezet, dan mogen we allen tevreden zijn. Ik denk dus ook, of ik durf te stellen, dat de bevolking in de omringende gebieden daarbij ook zeker in een hoera-stemming mogen zijn. We mogen best wel tevreden zijn met dit resultaat. Kijk, u moet nagaan met het ziekenhuis dat vanuit het beleid van het ministerie van Volksgezondheid dat er verder invulling wordt gegeven aan het brengen van goede gezondheidszorg naar een ieder in ons land. Randy Kromo Di Harjo, projectdirector streekziekenhuis Atjoni. Hij sprak gisteren bij de bouwkundige oplevering van het ziekenhuis.